Les Belgian Music Days sont nés de l'idée de fédérer toutes les entités institutionnelles en Belgique qui s'occupent de musique et autour du patrimoine. Donc il y a là une opération patrimoniale, mais aussi une opération pédagogique, car il s'agit d'échanger le répertoire, de redécouvrir ou de découvrir pour la première fois le répertoire belge de 1830 à nos jours, et surtout de faire des échanges non seulement de compositeurs, mais aussi de musiciens. On a adapté la pièce parce que la première fois qu'elle a été jouée, Thérèse Malengro était la seule à aller dans le piano, et on a essayé vraiment justement de faire en sorte que ça soit fluide. Ça fait partie de la recherche que d'aller aussi dans la scénographie, vraiment de... oui, il y a un travail effectivement là-dessus. Et on sort de cette récolte, je ne savais pas. Franck, pour moi, cette initiative, elle vient après un énorme travail que j'ai fait sur la découverte des compositeurs belges, en rencontrant, en commandant certaines partitions, aussi en visitant beaucoup de bibliothèques, ici, aussi bien à Bruxelles qu'à Anvers, parfois à Liège, et en trouvant vraiment des petits trésors. Is echt niet aangenaam en ik versta dat de mensen het moeilijk vinden om hier te komen met die weer. Anders wel vind ik dat het een zeer goed initiatief is om dit te organiseren. Ik denk dat het goed is dat we toch nog een land zijn. En er zijn verschillende gemeenschappen, maar die vinden zich terug in de kunst en dat is goed. Die integratie van hedendaagse muziek, van Belgische muziek, in een breder kader vind ik een essentieel element. Wat zei Rostropovic, zijn laatste woorden waren: de taak van de uitvoerder, dat is dat hij de telefoon is tussen de componist en het publiek. Wij probeerden bijvoorbeeld met succes concerten te maken in de Week van de Klank in Brussel. Concerten te maken in een totaal elektronisch muziekfestival, de Brussels Electronic Marathon. De jongere generatie moeten we op ons opnieuw de vraag stellen: waar hebben wij het gemist in het in ons opleidingsparcours, om die mensen mee te nemen in het verhaal van 20e eeuwse en 21e eeuwse muziek. Iets onbekend maakt onbemind heeft heel dikwijls te maken met het feit dat de verantwoordelijken nu niet meer, zoals een goede generatie geleden, het repertoire van Belgische muziek kennen. It's a lot of tremolo inside now. So that would be an octave. Es ist ja wichtig, dass man mit Leuten zusammenkommt und vielleicht später auch zusammenarbeitet. Und genau durch solche Aktivitäten oder Aktionen ist das möglich.
ist natürlich auch so, dass Eupen jetzt nicht gerade die Großstadt ist und man da schnell musikalisch jeden kennt und dann schon durch die Projekte, die man machen will, einfach dazu angehalten ist und praktisch gezwungen wird, über die Grenzen, die Grenzen der Gemeinschaft, also der Ostbelgiens hinweg zu sehen. Und dann geht es natürlich ins Landesinnere, genau wie nach Deutschland, nach Aachen, nach Maastricht. Het gaat om onze compositieproductie, vooral om de emotionele inhoud. Dat is natuurlijk een gemeen plaats als we het over het internationaal repertoire hebben. Maar bij het Belgisch repertoire is de gegenereerde emotionaliteit eigenlijk veel waardevoller, omdat ze dichter bij ons staat. En ik nodig het publiek dan ook uit om daarnaar op zoek te gaan en zich dus te laten vervoeren door de producties van onze Belgische componisten. Ik denk dat we met de eerste editie van de Belgian Music Days de Belgische componisten hebben kunnen erkennen. Dat is heel belangrijk. We hebben 2 dagen lang een feest gehad met enkel Belgische muziek. En ook ongelooflijk goede uitvoerders gehad die die muziek eindelijk tot een recht hebben laten komen om dat allemaal samen op één festival te brengen. I think it has a different kind of imagination in it. For example, the piece of Westerlinck is a kind of music that describes the Belgian fields. And that's something, for example, I won't get it from Hong Kong. Of course, musically, there are a lot of details and concepts also. And you don't know really why this connected the culture and the music, but for me, it's there. La música que hemos tocado nosotros esta tarde aquí de los compositores belgas es bastante variada. Hemos tocado diversas piezas totalmente rítmicas y sobre todo la de Jacqueline Fontaine con unos efectos contemporáneos y multipercusión, que es una obra muy muy interesante. We moeten het sowieso een succes noemen, omdat we heel veel aandacht hebben kunnen vestigen op de Belgische muziek. En dat is uiteindelijk waar we het voor gedaan hebben. Ons uitgangspunt was uiteindelijk van op een positieve manier iets te doen aan het feit dat de Belgische muziek te weinig aandacht krijgt. We willen daar niet te veel over klagen en kniezen, maar we willen daar op een constructieve, positieve manier iets aan bijdragen. En daarvoor zijn de Belgische Music Days ontstaan. Dus dat is heel positief. Er is ontzettend veel fantastische Belgische muziek gespeeld de voorbije twee dagen. Zowel van studenten als van gerenommeerde Belgische componisten, als jonge Belgische componisten. Enfin, er is een enorme variëteit geweest. En dat vinden we heel positief. Minder positief is misschien dat we wel hadden gehoopt op een beetje meer belangstelling daarvoor.
Maar dat is het feit dat er nog een beetje te weinig belangstelling is, legitimeert eigenlijk de Belgian Music Days en bewijst ook dat we er moeten mee doorgaan. Dit is de eerste editie en in de toekomst kan het alleen maar groeien.